Natuurlijk. Natuurlijk. Steeds meer mensen kiezen voor een ecologische begrafenis. Voor een ecologische begrafenis heb je natuurlijk een duurzame kist nodig en een grafmonument. Vandaag zijn we bij Mandelon Reveman en zij ontwerpt duurzame grafmonumenten en hemelbedden, zoals ze ze zelf noemt. Kom, we gaan naar binnen. Ja, hallo. Leuk dat jullie er zijn. Kom binnen. Mijn naam is Madelon Reveman. Ik ben ontwerper en coach en therapeut. En wat ik precies doe, ik heb verschillende activiteiten en de twee belangrijkste daaruit zijn Hemelbed, het bedrijf Hemelbed en het bedrijf Groene Grafmonumenten. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try what you let. Het bedrijf Hemelbed is opgericht naar aanleiding van een hele mooie uitvaartkist die ik voor mijn moeder heb ontworpen. En daarin voelde ik hoe het mij heel veel troost heeft gebracht. En dat was aanleiding om te denken, dit wil ik ook aan andere mensen geven. En Groene Grafmonumenten is daarna ontstaan. Omdat mijn moeder wil graag begraven worden. En heb ik voor haar ontwerpen gemaakt waar ze dan een keuze uit kan maken. En toen dacht ik, vermoedelijk zijn er veel meer mensen die een beetje een andere benadering over grafmonumenten zou kunnen aanspreken. En in feite zijn beide producten, beide bedrijven, maar ook de producten die eruit voortkomen, bedoeld om troost te brengen bij mensen. Ik vind het heel belangrijk om, als ontwerper sta je aan het begin van een product. Ik vind het heel belangrijk dat het product zo schoon mogelijk is. Dus voor het milieu, de verantwoordelijkheid die je voor het milieu draagt, die neem ik bijzonder serieus, mag ik wel zeggen. En het houdt in dat ik dus echt ook de meest optimale voorwaarden schep voor een schoon product. Dus bijvoorbeeld Hemelbed is gemaakt van massief hout, snelgroeiend hout. De handgrepen zijn gemaakt van natuurlijk gelooid leer. Dus het is een hele schone manier van het leer conserveren. Er zitten verder geen schroeven of metalen onderdelen in het hemelbed. En alles is stevigheid heeft het gekregen door de houtverbindingen die erin zitten. En ja, het gaat eigenlijk steeds verder. Dus ook bijvoorbeeld het beschermen tijdens het vervoer. Dat gebeurt met molten hoezen, niet met bubbeltjes plastic of ander plastic, omdat ik vind dat we zo min mogelijk moeten toevoegen aan de afvalberg. En die molten hoezen die kan je gewoon steeds blijven hergebruiken. En ik vind het een eerbiedige manier om dit type product bij mensen aan te bieden. See beneath your beautiful with let me. See beneath your perfect. Take it off now, girl. Take it off now, girl. De monumenten voor urnen en voor graven die zijn gemaakt van metaal. En de reden voor het kiezen van metaal is om verschillende redenen. Een daarvan is dat je metaal altijd eventueel kunt hergebruiken, vind ik een belangrijke reden. En de andere reden is dat je vanuit metaal naar een totaal andere vormgeving kunt dan vanuit de traditionele steenbewerking. Metaal heeft mijn voorkeur ook, ondanks dat ik steen prachtig vind hoor, ik vind het heel mooi. Maar steen wordt gewonnen op een manier die nogal het milieu aantast. En dat is waarom ik eigenlijk geen steen gebruik voor mijn monumenten. Mijn werk en mijn eigen leven zijn heel erg nauw met elkaar verweven.
Dus de eisen die ik stel voor mijn producten wat betreft milieubewustheid en milieuvriendelijkheid, die doe ik ook in mijn eigen leven. Dus natuurlijk houdt het in dat je materiaalscheiding doet. Zonnepanelen liggen op het dak om zo optimaal mogelijk aan energie te komen. In mijn eigen leven denk ik dat ik wel ver ga vergeleken met veel andere mensen. Ik eet geen dieren bijvoorbeeld. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all be right. Maar ja, ik denk over een tijdje. Ik denk over 5 jaar staat Hemelbed en Groene Grafmonument heel goed in de stijgers. We zijn met de eerste projecten begonnen voor de ouderenzorg. En over 10 jaar is het zover uitgebreid. Dat heel veel andere bedrijven dezelfde filosofie van All Benefit Circle willen toepassen. Ik denk dat het klimaat ook steeds beter wordt. Dat we ons meer bewust zijn van dat we welvaart moeten delen met elkaar. Dat de wereld van ons allemaal is. En ik denk dat dat groeit en groeit. En mijn grote wens en doelstelling is dat het All Benefit Circle ver zal verspreiden. Dat veel bedrijven, dat commerciële bedrijven, met hun winst een duidelijke bijdrage, een duidelijke maatschappelijke bijdrage willen leveren. Ik denk dat het haast niet anders kan eigenlijk.